dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mensen, het is tijd, het is weer feest, het is weer het leukste moment van de week. Namelijk, ik ben weer op je beeldscherm, het is niet normaal. Oké, dames en heren, wow, ik ben een beetje wittig of zo. Het ziet een beetje uit alsof ik net wakker. Oh ja, wacht, ik ben net wakker. Ik dacht, weet je wat, laat ik vandaag eens een keer geen pet op doen. Nou ja, dat bleek dus een fantastisch idee te zijn. Niet, god. YouTubers hebben altijd namen voor hun kijkers. Waarom heb ik geen naam voor mijn kijkers? Ik noem jullie Calvin. Ik zou jullie echt disrespecten als ik jullie Calvin zou noemen. Dat kan ik niet doen. Hey Calvin, leuk dat ik je tegenkom op straat. Ik ben een fan. Mag ik misschien op de foto met jou? Hey, ja, leuk dat je, ja, tof. Zeker, Calf. Ik lul er alweer veel te snel omheen. Wat is op met deze sprong voor mij steeds trouwens? Ik wilde met het... Dat geeft een soort van energieke vibe aan het algehele algoritme van de video's die ik maak voor de beeldschermpjes van jullie. Ik word soms zo fucking moe van mezelf. Het is echt kut. Waar ga ik het vandaag over hebben? Nou ja, het was je ongetwijfeld opgevallen. Mijn geslacht is mannelijk. Kijk, ik ben een man. Alhoewel, ik categoriseer mezelf niet echt als de man der mannen. Maar ik val wel onder mannelijk. Ik heb een pik, oké? Sorry. Oké, ik lul er alweer veel te veel overheen. Je kan dat niet eens zeggen. Wat? Ik lul er alweer veel te veel omheen. Vandaag maak ik een video over dingen die alle mannen doen. Het is oprecht waar. Er zijn best wel wat vrouwen in de wereld die zeg maar dit zeggen. Oh, allemaal mannen. Alle mannen zijn hetzelfde. Iedereen, oh my god, alle mannen zijn een klootzak en allemaal hetzelfde. En het ergste is, het is misschien ook nog wel de waarheid ook. Kijk, en tot in detail zijn mannen natuurlijk niet hetzelfde. Want de ene houdt van worteltjes en de andere houdt van aardappeltjes. Wow, ja, wat een verschil. We zijn echt niet hetzelfde. Nee, oké. Maar over het algemeen zijn er best wel wat patronen te herkennen in het leven van de gemiddelde man. Waarvan eigenlijk elke man zegt, oh ja, hey, dat doe ik ook altijd, jongen. Dat is leuk, jongen. Dat doe ik ook altijd. Oh, lekker, ja. Proost. Oké, zijn jullie klaar voor een aantal dingen die alle mannen doen? Ik er wel. Let's go. What's happening? Over het algemeen vertonen mannen best wel vaak een beetje haantjesgedrag. Ja, of je nou wil geloven of niet, maar mannen van Nederland en van de rest van de wereld. I'm gonna speak English to you now, cause otherwise you can't understand. You gonna behave like a hen. Hen. Chicken. You behave like a chicken. En dan vraag je natuurlijk af, hé Calvin, wat is haantjesgedrag? Nou ja, als je dat jezelf afvraagt, ben je hoogwaarschijnlijk geboren na 2000. Wat prima is. Maar met haantjesgedrag bedoel ik dat mannen, als ze bij elkaar in de buurt zijn, altijd zeg maar onbewust het gevoel hebben alsof ze de beste moeten slash willen zijn. Een voorbeeld. Vaak is het zo, oh, vrouwen, pas op hoor, ik ga nu een geheimje vertellen wat jullie echt niet weten. Wow. Mannen praten over vrouwen, oké? Klaar. Het gebeurt. Als jullie er niet zijn, praten we over jullie. Is prima. En dan proberen we het netjes te houden. Lukt niet altijd. Kijk, ik kan niet helemaal meepraten, want ik ben al 5 jaar lang helemaal verliefd op iemand. En mijn jeugd is naar de kloten. Lida, sorry. Dat was een grap. Als mannen bij elkaar in de buurt zijn en ze praten bijvoorbeeld over afgelopen weekend, waarin ze allemaal eens een keer een dame mee naar huis hebben genomen. En dan gaan ze allemaal praten over, ja nee, maar die van mij was echt, die van mij was zeg maar, die was echt mooi. En dan de volgende die zegt, oké, ja leuk. Hè? Mooie dame. Maar die van mij, dat was zeg maar, ken je zeg maar Duitse Kroes? Ze was nog mooier dan Duitse Kroes. En dan de derde in de rij zegt, yo, Duitse Kroes, what up man? Ken je Beyoncé? Ik had fucking Beyoncé. Het zit niet alleen maar op vlak van vrouwen, maar het is op elk vlak. Ik word gewoon moe van het zijn van een man. Ik ben nu al feminist geworden. Sarcasme. Dat was weer een grap. What's happening? Nummer 2 op mijn lijst was praten over vrouwen. Maar dat heb ik zeg maar hiervoor ook al behandeld. Ik ben niet zo fucking slecht in. We gaan door naar de volgende. What's happening? Oké, we zijn aangekomen bij nummer 3 van dingen die alle mannen doen. En ik kan het hierover hebben. Oké, ik kan het vertellen. Maar ik kan het ook gewoon even laten zien. En dat ga ik ook doen ook. Volgens mij was ik de enige die dat heel grappig vindt. Het is echt waar dat het grootste gedeelte van de mannen gewoon vergeten om de wc-bril omhoog te doen. Als ze zeg maar hun cola fles water leeggieten in de wc. Dat gebeurt. Echt een heel groot probleem. Je snapt zelf wel, cola fles water was dan zeg maar, maar moest dan pis zijn. En dan gillen de vrouwen van, oh, waarom heb je de wc-bril? En dan de, yo. What's happening? Een ander ding wat mannen doen. Jazeker, creepen door de Instagram van de vrouw. Precies de manier waarop vrouwen creepen door de Instagram van andere vrouwen. Zo doen mannen dat ook. Maar het is echt waar. Het is vaak zeg maar, en ik ben zelf ook slachtoffer. Ik kan er heel eerlijk in zijn, weet je. Nina, als je kijkt, het spijt me. Dat was geen sarcasme. Waarom stond het wel in beeld? Dat was geen sarcasme. Editor,
Hou op. Maar het is wel de waarheid, zeg maar, elke man, kijk, elke man verveelt zich wel eens. En dan zit je gewoon een beetje op je telefoon, door je Instagram te scrollen. En dan ineens zie je, zeg maar, iemand, gewoon een random ass persoon, die je ooit wel eens een keer ergens voorbij hebt zien komen, van zeg maar 5 jaar geleden. Dan zie je hem nu op Instagram en dan denk je, hey, jij bent in die 5 jaar, zeg maar, best wel veranderd in een soort van halve budget versie van Beyoncé. Laat me even kijken. En dan ben je, zeg maar, 2 jaar terug en 3 jaar terug en dan kijk je gewoon een beetje foto's en dan moet je oppassen dat je niet per ongeluk foto's liked, want dan hebben ze door dat je creept. Ja, weet je, dat, zo is het. Mannen creepen door de Instagram van dames. Dat is de waarheid. What's happening? Het volgende wat mannen doen is... Zo, even rustig aan joh. Nou, laat dat nou toevallig het volgende onderwerp zijn. Namelijk, boeren laten. Mannen laten boeren. Oké, niet elke man. Maar het overgrote gedeelte van de man denkt soms, als hij op straat loopt, als hij net heeft vergeten, als hij net lekker veel biertjes heeft gedronken, denkt hij... De reden waarom ik trouwens geen echte boeren laat, is omdat ik dat niet kan. Ik kan niet op commando boeren laten. Mensen kunnen dat op een of andere manier. Ik kan dat niet. Ik kan niet... Lukt me niet. What's happening? Wat ik altijd zo fucking mooi vind, is dat mannen gamen. Oké, dat is niet mijn punt, oké? Mannen gamen, dat is over het algemeen een feit. Heel veel mannen doen dat, of je nou 14 bent of 44. Ik ken mensen van 65 die nog gamen. Ik kan nu niet even iemand bedenken, maar het is ongetwijfeld iemand van 65 die nog gamen. Kijk, gamen op zich, prima, weet je. Vrouwen doen dat op zich ook wel. Alleen wat grappig is, let op het hoofd van een man als hij aan het gamen is. Even een kleine demonstratie. Dit is zeg maar de voorbeeldige gamende man, oké? Komt-ie. Oké, ik laat je helemaal sterven. Pieuw. Ik laat je sterven, let's go man. Je familie en je vrienden zullen rouwen om het feit dat je dood bent. Killstreak care package, lekker. Wat wel elke man doet als hij game, is zeg maar dit. En let even op mijn hoofd. Waarom moeten mannen als ze gamen altijd ten eerste echt bekken trekken alsof ze doodgaan? En ten tweede een controller gebruiken alsof je op de Wii zit? Het heeft geen zin. Oké, mannen, stop it. What's happening? Oké, genoeg over spelletjes mensen. Het is tijd voor daadwerkelijke, echte mannelijke zaken. Namelijk het zaakje. Een man heeft een penis. Het is gewoon een feit. Kunnen we wel doen alsof het niet zo is, maar het is de realiteit. Get used to it, people. Mannen vinden het blijkbaar geen enkel probleem om op heel veel plekken gewoon hun zaakje even te adjusten. Gewoon even recht te leggen. En dat kan op allerlei manieren. Je kan zeg maar all in gaan, dus gewoon met je hand gewoon helemaal in je broek en alles daar even recht leggen. En sommige mannen doen dat, hè. Ik heb wel eens met iemand aan tafel gezeten, 1-op-1, gewoon een gesprek. Was in een of andere café of zoiets. En wat hij deed was echt ziek. Hij zat meerdere malen tijdens het gesprek, zat hij gewoon... Ja, je kan het niet zien, maar hier zat ook ongeveer de tafel, dan ging je zo. Nee, maar ik praat gewoon lekker door, joh. Praat gewoon lekker door. Ja, nee, is goed. Ja, kan. Ja, is goed. Maar nou komt het. Nou komt het moment waarop ik dacht, ben jij wel een mens? Of ben jij een Mogol? Hij deed letterlijk dit. Je kan niet! Je kan niet op zo'n manier met iemand een gesprek aangaan om ten eerste gewoon schaamteloos je zaakje recht te leggen. Oké, dat doet elke man wel eens. Maar om vervolgens, dit kan het, kan je, kan dit dat doen! Mannen vinden het dus blijkbaar gewoon prima en geen probleem om aan hun ballen te zitten en verdere uitwerkingen. Nou, mannen, let's go! What's happening? Iets wat elke man ongetwijfeld wel eens heeft gedaan, weet ik zeker. Oké, als je een familiefoto maakt, dan is het allemaal zo van... Oké, nichtje Lisa, neef Rob, broer Pieter, Kelvin, allemaal lachen. En dan ga je echt zo... I love my family. Alleen als een man alleen is, als een man in zijn eentje is, zonder mensen om hem heen, best wel dubbel op. Want als je alleen bent, heb je geen mensen, je snapt me. Dan pakt de man zijn telefoon. Swipet hij naar zijn camera, klikt op de... selfiecam, kijkt recht in de lens en doet een stoere pose. Het is een probleem van deze tijd, het is een probleem van de maatschappij. Dames en heren, stop stoere foto's. What's happening? De dingen die ik net heb opgenoemd, zeg maar, dat waren nogal huistuin- en keukendingen. Maar eigenlijk is er nog één grote tendens in het mannelijke bestaan wat iedereen wil en graag heeft. En dat is het zijn van de volgende James Bond / stoere atleet / Rocky / gewoon het zijn van een stoer bakbeest. We vinden het gewoon fijn als we onszelf zo lekker zo mannelijk kunnen voelen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat op basis van een onderzoek dat zeg maar 97% van alle mannen het leuk vinden om in grote voertuigen te rijden. Dat onderzoek was bullshit, maar het is wel
wel wat ik wou zeggen. Mannen vinden het fucking fantastisch om in grote voertuigen te rijden. En dat is echt waar. Of het nou zeg maar een Range Rover is of een monster truck. Er zou geen man zijn die zou zeggen: oh nee joh, laat me zitten. Hoeft niet. Ik denk dat elke man op de wereld zou zeggen, dat in ieder geval even na zou denken van: het is wel echt fucking vet om gewoon zo'n beestachtig apparaat te besturen. Als man zijn, dan ben je beperkt in je mogelijkheden. Maar als je zo'n beestachtige tank mag besturen, let's go man. Let's go. What's happening? Wat eigenlijk ook elke man wel soort van heeft. Zeg maar. Shit kapot maken. Dat is geweldig. Het is fantastisch. Elke man vindt het fijn om shit kapot te mogen maken. Met een bijl in een muur slaan. Met een speer in een boom. Of met een sloopkogel in een tuinhuisje. Het vindt het allemaal fucking leuk. Geef een man een hamer. Gewoon zo'n moker. En letterlijk een kartonnen doos. En zeg tegen hem: jij mag met deze hamer deze kartonnen doos kapot slaan. En het enige wat die man doet is: oké jongen, let's go. We gaan ervoor. What's happening? Iets wat ook sowieso alle mannen hebben, en dat is fucking leuk eigenlijk, is als wij een speelgoedpistool krijgen. Elke man ooit, hè? Het begint met zeg maar twee blokjes hout, zo. En dan is het: wauw, ik heb een pistool. Bang, bang. Oh, boef, man. Maar hoe ouder we worden, als je zeg maar zo'n heel realistisch zo'n BB gun krijgt, of zo'n airsoft gun, dan heb je dat ding in je handen en je denkt echt: ik zit in motherfucking Call of Duty. Ik ben een soldaat. Ik zit bij de landmacht. Ik ben dit. Ik kan dit. Let's go, man. Ik ga de wereld een betere plek maken. Pieuw. Mannen vinden gewoon zeg maar speelgoed shit. Speelgoedpistolen. Het speelgoedzwaarden, het speelgoed, alles. Alles wat maar een beetje lijkt alsof ze een hero kunnen zijn. Gewoon de held kunnen zijn van de dag. Vinden we fantastisch. Mannen willen gewoon stoer zijn. Dat is eigenlijk het ding. Klaar. Dat is de realiteit. Take it or leave it. What's happening? Ben jij nou geïnteresseerd in het volgen van een stoere opleiding? Dan is de VEVA-opleiding misschien wel iets voor jou. Je kan je tot 1 mei inschrijven voor de VEVA-opleiding. Dus als je nou tof lijkt, moet je het doen. Zeg maar nu. Want tot 1 mei kan het. Dus je moet het, zeg maar, ik zou het nu doen. Vandaag. Eerst wel even mijn video afkijken. Lijkt de VEVA jou nou ook tof? Dan kun je de VEVA-vaktest doen op www.veva.nl. En dan kun je checken welke vakrichting het beste bij jou past. Yeah. Ik ben Kelvin. Wat als ik te lui ben om in te typen www.veva.nl? Nou, dan kun je gewoon op de eerste link in de beschrijving klikken. Daar staat het. En dan ben je er. That's it. Heel veel succes. Let's go. Tot zover deze video over alle dingen die mannen doen, mensen. Bedankt voor het kijken. Ik ga mijn toilet even opruimen, want het is nog steeds allemaal nat en zo. En dan zie ik jullie de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Daag.